Waarom doen meiden, als zij wakker worden, direct hun bed dicht? Je hebt daar de hele nacht in liggen meuren. Hij neemt gelijk een koffie als hij wakker wordt. Nee! Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we kijken naar de meest grote trend op dit moment. Of in ieder geval, dat is in mijn algoritme zo, de ochtendroutine. De perfecte ochtendroutine, de 6 a.m., 5 a.m., dat ze van alles gaan doen voordat ze naar hun werk of school gaan. Je ziet de green juice voorbij komen, Starbucks. Meteen je bed opmaken nadat je wakker wordt. Is dat wel realistisch? Het zijn vaak video's die heel onbereikbaar zijn voor anderen. En wat je best wel een vervelend gevoel kan geven van dit is perfectionistisch. Ik doe dat niet. Ben ik dat dan dus niet? Dat is een beetje wat mensen een soort gevoelens krijgen bij dat soort video's. Ik kijk er ook wel eens naar. Maar met het idee van oh, dat huis ziet er leuk uit. Of oh, dat is een leuke beker. Ik kijk er gewoon een hele andere blik naar. Maar omdat ik soms wel eens de vraag krijg van joh Mies, is het realistisch? Wat vind jij hiervan? Dacht ik ga hier gewoon gezellig met jullie in deze video een keertje naar kijken. Ik ga gewoon de eerste beste die ik zie, ga ik pakken. De meest viral die nu gaat op TikTok. Ik heb er een lekker kopje theetje bij. Voordat je verder kijkt, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je nooit meer een video. Rechtsje onderin. Helemaal gratis. Het enige vervelende is wel, ik kan niet de muziek erbij afspelen, omdat je die auteursrechten hebt. Het zijn vaak echt hele leuke liedjes, maar die kan ik dus helaas niet bijvoegen. Let's go! Ik ga gewoon de eerste beste video pakken. Jezus, welke ga ik doen? Er zijn er zoveel. Oké, ik ga de eerste beste pakken. 4:15 staat ze op. Journalen. Dat is wel een goeie om je dag goed te starten voor je hoofd. Lekker ontbijten eerst. Meditatie, hele goeie. Als je daar tijd voor hebt, echt trainen. Ook zo lekker vroeg. Koffie na trainen. Super goed dat ze dit doet. Als eerste ze wakker wordt, neemt ze dus een super lekker ontbijt. Super verrijkt. Daarna doet ze dus de meditatie. Dus dan begint ze de dag echt met rust en kalmte. Luisteren naar jezelf. Daarna gaat ze dus trainen. En pas daarna neemt ze dus een kop koffie. Dat vind ik echt top. Die cafeïne mag niet jouw ochtend beïnvloeden. Eerste uurtje van de dag. Geen koffie. Laat je lichaam zelf wakker worden. Ochtendroutine als een 23-jarige met een fulltime job. Ze staat om 6 uur op. Ze neemt wat water. Goeie. Ik haal dingen van het bed. Je haalt het toch af? Nee, ze maakt hem gelijk op. Jongens, laat je bed even luchten. Dit is zo... Oké, dus ze poetst de tanden, mondwater. Goeie, heel veel crème. Of was... Oh nee, dat is schoonmaken. Heel veel crème. Heel nice deze make-up tafel. En ik zie dat ze de waterbidon heel te bij zich houdt. Dus die drinkt ze volgens mij wel redelijk. Ze laat niet zien hoeveel, maar heel veel make-up. Al die laadjes. Dat is echt heel nice. Oké. Lekker laag make-up op. Self-care. Maar het is wel echt heel mooi hoe ze dit doet. Ik bewonder dat altijd hoe mooi mensen zichzelf kunnen opmaken. Haar lekker strak. Change outfit. Lekker crèmetje op de benen. En een luchtje. Oh, kijk die roze binnenkant. Zo leuk. Nou, 8 uur op de werk. Heeft ze wel even 2 uur lekker chill. Dan denk ik, oh, Starbucks. Starbucks, gelijk. Waar? Wacht, is ze wel ontbeten? Waar is haar ontbijt? Oh, ik zag wel een tasje. Misschien heeft ze dus wel wat lekkers gehaald of zo'n broodje. Maar weer Starbucks. Ik zie echt zoveel ochtendroutines met Starbucks. Is dat normaal? Als ik naar de Starbucks ga, vind ik dat wel echt een verwend momentje. En dan, ja, ik weet niet. Is het gewoon duur toch elke keer Starbucks halen? Ja, ik maak gewoon liever zelf mijn eigen koffie. Dan weet ik ook gewoon wat erin gaat, zeg maar. Ja, bij de Starbucks weet je dat ook wel. Maar je neemt wel heel gauw zo'n siroopje en zo. En weet je, dat soort dingen om het lekker te maken. Er zitten wel allemaal andere dingen in. Ik hou gewoon wel echt van lekkere pure koffie elke dag, maar Starbucks elke dag. Duur. Kijk, al zou ik echt ontiegelijk veel geld verdienen. Ik heb geen zin om koffie te maken. Ik heb het wel eens gezien bij iemand die ging koffie bestellen. Dat was wel echt hele pure luxe. Oké, ik kan hem even geparkeerd. Het bed opmaken. Waarom doen meiden in die video's, als zij wakker worden, direct hun bed dicht? Gewoon potdicht. Je hebt daar de hele nacht in liggen meuren. Weet je hoe erg veel vocht je verliest als jij slaapt? Heel veel. Iedereen verschilt natuurlijk ermee. Laat het minimaal een half uur tot
een uur even luchten. Gewoon die geur eruit. Laat het gewoon even lekker vrij. En desnoods doe je daarna je bed dicht. En maak je het helemaal mooi op. Het ziet er natuurlijk lekker geordend uit. Als je thuis komt en je bedje staat klaar. Is heel mooi. Zeker als je een hele dag weg bent. Dat kan ook gewoon als je al die skincare en alles hebt gedaan. Net voordat je weggaat. Dat je je bed dicht doet. De gedachte die ik hierbij heb is dat mij het gewoon heel mooi vindt om aan het begin van de video gelijk hun bed te laten zien hoe het helemaal mooi er zo uitziet. Ze zijn allemaal zo clean en mooi met hun uiterlijk bezig, maar lichaamsgeur. Anyway, verder vond ik het echt een hele leuke video. Haar huisfoefjes vind ik ook echt super leuk. Ze staat 5:30 op, ze begon met lezen, water drinken, hele goeie. Die bekers zijn zo ontiegelijk duur, hè. En daarom weet hebben. Omdat ze groen, ja, volgens mij zijn ze ook wel echt heel goed. Oké, ze douchen dus, lekker selfcare, cremmetje, alles. Kijk hoe dat er allemaal uitziet, hè? Al die cremmetjes, dat wil je toch ook? Die handdoek is alleen al leuk. Ik wil dat dan gewoon hebben. Nou, wel leuk hoe ze dit filmt. Kijk, opmaken met YouTube. Ik kan het echt niet een vlog kijken tijdens dat ik moet opmaken. Ik doe het gewoon heel snel in 10 minuten en klaar. Echt knap. Oké. Schoenen aan al in je slaapkamer, oké. Een stoffen vloer. Ik vind dat echt heel vies. Want dan loop je mee buiten en dan neem je dan weer mee naar binnen. Ja. Ja. Oké. Leuke auto. Lekker pakje wel om in te werken. Starbucks, alweer. Jongens. Jeetje. Is dit normaal? Oké, nou, zij ontbijt wel. Nou, lekker muziekje aan. Oh, heel geordend ook weer. Heel geordend. Even een voorbeeld aan deze meid. Zij wacht dus een half uur met het bed opmaken. Zij doet eerst aan haar uiterlijke verzorging en zo. En dan doet zij dus het bed dicht. Ik vond deze video echt heel leuk. Met al die huisfoefjes en zo. Ik vind het wel heel leuk met die gadgets die je tegenwoordig hebt. Dat je dus in zo'n ruimte je huis super geordend kan houden. Ik zie hier nu een aantal video's met dat ze echt aangeven mijn 2 uur ochtendroutine. Ik zie hier ook weer keukens voorbij komen waar je u tegen zegt. Oh, ik zie hier eentje van een guy. Dat vind ik ook wel leuk om naar te kijken. 5 tot 8 morning routine. Ja, hij wordt dus 5:30 wakker. Nee! Hij maakt gelijk zijn bed dicht. Jongens, doe niet je bed dicht. Waarom doet iedereen gelijk zijn bed dicht? Oké, niet iedereen. Veel mensen. Hij neemt gelijk een koffie als hij wakker wordt. Nee! Training? Oké, ja, dat is niet erg. Maar breakfast. Waar zijn je carbs? Ik had nog iets van rijst of havermout ernaast. Geen idee. Maar hij liet alleen maar de eieren zien. Oké, nou, wel self-care, een guy die een crèmetje opsmeert. Leuke auto. Work. Nou, nog een koffie. Laat je lichaam zelf wakker worden. Dat is het eerste wat je moet doen. Denken aan je lichaam. Wat is het beste voor mijn lichaam? Dat het zelf werkt. Dat het zelf zijn ding kan doen. Geef het eten, maar geef niet gelijk cafeïne in de ochtend. Drink water. Dat is super goed, want je hebt super veel vocht verloren. Je lichaam die zit gewoon helemaal uitgerooid uit je bed. Dit is echt mijn droomhuis gewoon. Oké. Breakfast shake, espresso short, proteïne powder, grass, fried milk, honey, cinnamon, ice, mixed together. Oké. Een koffie shake. Girl, where are your carbs? Wear a comfy set, mix. Oké. Het is gewoon een geweldig huis. Het is gewoon. Dus gelijk trouwens die uks aan hè, in de ochtend. Super lekker. Goed dat ze water drinkt, ook nadat ze wakker werd. En een prachtig uitzicht waarvan je hoofd überhaupt al leeg wordt. Dat is echt cool. Oké, nou cardio. Maar daar neemt ze dus een koffieshake. Ik zou hier wel nog iets van een verrijkte koolhydraatbron in willen zien. Dus iets van havermout, wat heel makkelijk is om hier trouwens in te gooien. Koude douche. Neem ik ook tegenwoordig elke dag. Is echt top. Alleen ik doe het wel gelijk als ik wakker word. Zodat daar de meeste dopamine bij mij wordt aangemaakt. Ja, hiervan word ik jaloers op dat huis. Maar dat zie ik alleen maar als een doel. Ik wil daar staan over een paar jaar ook in zo'n mooi huis met uitzicht. Dus daaruit haal ik alleen maar motivatie. Oh, zij is best wel bekend.
Kaylee Stewart, morning routine. It is scientifically proven that hot girls have productive morning routines. Just kidding, I have no idea if that's true, but... Dat doet ze heel slim, want hierdoor zorgt zij ervoor dat je de eerste 2 seconden gelijk naar haar video kijkt, omdat je daar antwoord op wil hebben van hoe ze dat weet. Maar ze heeft dus geen idee. I do feel the most productive when I have a morning routine. So step one, skincare. Obviously, that's essential. Step two, we're going on a hot girl walk. It is essential for my mental health to be in the sunshine, because the sun on your skin, there's no better feeling. My day immediately got 10 times better when I saw these packages at the door, because retail therapy. The next step is getting a workout in, because there's no better feeling than doing a workout at home. I then had my daily greens, which you guys saw me prep earlier this week, and I made myself a savory breakfast. Who am I? I'm usually having something sweet. And now it's time to work. Bye! Zij is dus heel erg bekend geworden door dit soort video's. Ze heeft het wel elke keer over mijn mental health. Ze zegt niet dus dat je het moet doen. Ik vind het wel goed dat ze het daarbij houdt. Het is wel echt goed om gelijk lekker in de zon te gaan, je lichaam opladen. De zon maakt je blij, vitamine D. Daarna gaat ze dus een workout doen. Ze zei dus heel fijn voordat ze gaat eten. Nou, dan heeft ze haar daily greens. Dus dit neemt ze elke dag. Mocht je benieuwd zijn naar mijn mening over green juice. Ik heb hier dus een video over gemaakt. Ik zal hem even hierboven zetten. En dan kan je mijn resultaat zien na een aantal weken. Het gebruik van de green juice. Wat het met mijn lichaam heeft gedaan. En wat ik uiteindelijk van vond. En of het überhaupt wel werkt. Wat betreft de koffie vind ik het goed dat ze het niet gelijk neemt wanneer ze wakker wordt. Maar echt pas later. En zelf haar lichaam de kans heeft gegeven om wakker te worden. Want je hebt namelijk een hormoon cortisol. En die zorgt ervoor dat jouw lichaam in de ochtend wakker wordt. En dan moet je nooit laten beïnvloeden door een kopje koffie. Dus als je wakker wordt en denkt van ik heb koffie nodig, want ik ben helemaal niet wakker. Nee, geef je lichaam de tijd, je cortisol, om wakker te worden. Neem jij elke ochtend gelijk als jij wakker wordt koffie, geef jij je lichaam niet de tijd om het zelf te doen, dan wordt je cortisol steeds minder en dan zal je die koffie steeds meer nodig hebben. En ik wil nog eigenlijk wel echt verder hier naar kijken, want ik vind het wel echt heel leuk. Ik zie zoveel verschillende soorten. En ik denk dat ik jullie ook wel op deze manier best wel veel informatie kan geven over voeding en ja, wat de beste manier is om wakker te worden. Waar je lichaam het meest aan heeft, laat ik het zo zeggen. Want het beste is natuurlijk wat voor jou het beste is. Dat is bij iedereen anders. Laat me in de comments weten als jij meer van dit soort video's wil zien. Zeker met dit onderwerp. Of wil je kijken naar een ander onderwerp. Ik heb hiervoor dus ook gekeken naar video's van Keuringsdienst van Waarde. Vond ik ook echt super leuk om te doen. Mocht je die graag eerder willen zien, laat me dat ook even weten. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. En niet te abonneren op mijn kanaal. Dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!